Tijdens het Wintertuinfestival in Nijmegen afgelopen maandag werd het nieuwe stadsdichter bekendgemaakt. Simon Mamahit is ook wel bekend als rapper Dizzy, is daarnaast ook een organisator en ondernemer. Sinds 2012 is hij betrokken bij platform Mensen Zeggen Dingen en jurylid bij het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. De komende 2 jaar gaat hij de ambt van stadsdichter in Nijmegen vervullen. Ergens ver in het oosten van het land ligt een dorp van een stad, waar je hoort van elkaar. Hoe en wat, wie en waarom, wat er toen en wat er nog op ons afkomt. Een dorp van een stad. Klein, maar met ambities zoveel groter dan dat. De kerstverse stadsdichter Simon Mamahit bereidt zich voor op zijn eerste jaar als dichter van zijn geliefde stad. Zijn nieuwe functie houdt in dat hij minimaal 6 gedichten per jaar moet schrijven en daarnaast ook gedichten voor eenzame uitvaarten. De thema's mag hij zelf kiezen, al laat hij zich wel graag inspireren door anderen. De vorige stadsdichters hebben het supergoed gedaan. En zoals ik zei, heel veel bewondering voor wat ze hebben gedaan. Heel zichtbaar ook. Alleen ik hoop als stadsdichter iets meer naar de subculturen van Nijmegen te bewegen. Iets breder te pakken buiten het traditionele poëzie. En meer koppelingen te vinden met lokale ondernemers en muziek. Al moeten we krupen. We zien elkaar bij die marktkramen of ergens in de achterstraatjes. In de kronkels waar we gassen ademen met Duitsers of Vlamingen. Kunstjes doen of wetjes leggen over rennen door dit labyrinth. Op zondagen duiken we de Waal weer eens in. Maakt niet uit of het 0 of 52 graden is. Mamahit heeft al wel ideeën over mogelijke thema's voor zijn poëtische rap en spoken word. Ik heb een grote voorliefde voor de Nijmeegse toko's. De Aziatische speciaalzaken, om het even zo te noemen. Daar is een schat aan geschiedenis en aan rijkdom te vinden. Ik zou daar graag iets mee doen. En zoals ik zei, met de subculturen, dus de verschillende muziekgenres die onze stad zo rijk maken. Maar ik laat me nog steeds graag inspireren. Ik heb 2 jaar de tijd. Dus in die 2 jaar denk ik dat er heel veel meer zal komen nog. In het verleden heeft Simon Mamahit al eens met een stadsdichter gewerkt. Dat was toen nog op zijn zolderkamer tussen verschillende doeken die hij zelf had opgehangen. Het is dorps hier. We kennen ons boven en onder het kanaal. In verschillende stadia van opbouw en verval. Al stort die tribune in, zij aan zij staan we, allemaal. Hand in hand maken vele kameraden een hele hoop kabaal. Zijn liefde voor poëzie ontstond toen hij meedeed aan het inmiddels nationale poëzieplatform Mensen Zeggen Dingen. Ik heb daarvan aan de wieg mogen staan, vaste presentator geweest in Nijmegen. Toen heb ik ontzettend veel inspirerende poëten en slam poets en spoken word artiesten mogen zien. Een lofzang voor een dorp van een stad. Nijmegen, ik ben de jouwe.